Maarten van Rossum in aanloop naar de troonsopvolging. College, de W van Willem over Willem 1, 2, 3 en Willem-Alexander. Van de drie vorsten naar het Oranjehuis was alleen Willem de I een man van werkelijk formaat. Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Anders dan zijn vader was Willem de II een waarhoofd. Ik zal een goede koning zijn. Willem de III was totaal ongeschikt. Nou, dan doe ik het niet. Dan word ik niet uw koning. De nieuwe koning wil geen Willem de IV genoemd worden. Willem IV, ja, staat naast Bertha 38 in de wei. Vanavond de W van Willem 1. Ja, Maarten, je krijgt 7 minuten voor je college. En als je over de tijd gaat, dan dreigen wij het koningslied in te starten. Ja, dan zou ik er haast bijna meteen mee op willen houden. Maar dat zal ik dan maar niet doen. Ja, wij krijgen dit jaar een nieuw staatshoofd. Dat is al een reden voor allerlei verwarde feestvreugde, zoals we gemerkt hebben. Maar we vieren dit jaar ook 200 jaar koningschap. En dat zullen we eind november vieren. Omdat eind november 1813 Willem de I, toen nog erfprins, in Scheveningen arriveerde met een Engels oorlogsschip. En het wonderlijke is eigenlijk dat we dat vieren nu 200 jaar geleden. Want we hadden het eigenlijk een tijdje eerder moeten vieren. Want Willem de I was niet de eerste Nederlandse koning in de 19e eeuw. Dat was namelijk Lodewijk Napoleon. Die door zijn broer koning van Holland was gemaakt, tussen 1806 en 1810. En Lodewijk Napoleon was verrassend populair. Hij bezocht rampen, hij troostte de mensen, hij bracht ze naar de ziekenhuizen, hij deed kortom wat vorstenhuizen horen te doen. Dat was ook de reden dat zijn broer hem eruit gedonderd heeft. Die vond dat hij veel te sympathiek stond ten opzichte van die Nederlanders. Maar we zouden het Rijk verstandig aan doen om ook dit te vieren, te meer omdat dit geplakt kan worden in feite aan het feit dat het moderne Nederland, de eenheidsstaat Nederland, een product is van de Franse bezetting. Niet ons eigen product, maar van de Fransen. En we zouden daar best wat meer aandacht aan kunnen geven. Nou ja, dat brengt ons dus opnieuw bij de prins, die in Scheveningen landt. Ik begrijp dat Willem-Alexander ook 30 november in Scheveningen met een kar aan de zee uitgereden zal worden. Misschien dat hij zegt, rij me maar weer terug. Ik heb er eigenlijk nu al genoeg van. Dat moeten we even afwachten, vanzelfsprekend. En die erfprins Willem Frederik, dus de latere Willem de I, was, zoals ik al in dat introductiefilmpje zei, werkelijk een man van formaat. Een hele intelligente man, een zeer karaktervaste man, ook wel een bijzonder koppige man. Zoals we zullen zien, een man geïnteresseerd in moderne ontwikkelingen, ongeïnteresseerd in een snelle modernisering van Nederland, voor zover hij daaraan zou kunnen bijdragen. En die kreeg eigenlijk 2 jaar later een fraai geschenk, want het congres van Wenen besloot dat het voormalige Oostenrijkse Nederlanden, namelijk wat we nu tegenwoordig België noemen, bij Nederland zou worden gevoegd. Bang als ze waren voor herstel van revolutionaire krachten in Frankrijk. Dus nu had Willem in feite een vrij interessante, zeg maar kleine grote mogendheid onder beheer. En we kunnen niet anders dan concluderen dat hij op dat moment voor Nederland en België de meest ideale vorst was. U moet zich trouwens helemaal niet voorstellen dat hij vreselijk Nederlands was. Hij sprak zeer gebrekkig Nederlands. De voertaal aan het hof was Frans. Was hij buitengewoon in Nederland geïnteresseerd? Nou, eigenlijk meer in Nederland als onderneming dan in Nederland als iets waar zijn hart bij lag. Zo, denk ik, moet je het in dat tijdsgevricht niet zien. Hij heeft vanuit die interesse in moderne ontwikkeling en modernisering, vanuit zijn interesse als ondernemer, een enorme rol gespeeld in het op gang brengen van Nederland in 1813, 14, 15. Want Nederland was eigenlijk een beetje een in elkaar gezakte soufflé. Het was een beetje een maf landje waar niets gebeurde. Men zei een land van renteniers en paupers. En ik denk dat in die eerste 10, 15 jaar dat Willem de I er zat, dat hij een heel belangrijke, stimulerende rol heeft gespeeld. In heel veel nieuwe projecten was hij de eerste grote investeerder. Hij heeft er ook, moeten we toegeven, dik aan verdiend. Men denkt dat hij zijn vermogen zo minimaal verdrievoudigd heeft in de tijd dat hij koning van Nederland was. Maar op een goed moment is er iets fout gegaan. Eigenlijk iets fout waarbij zijn karaktervastheid doorliep in zijn koppigheid en dat heeft voor Nederland heel verstrekkende gevolgen gehad. En dat hangt samen met de opstand van de Belgen. Daarvoor neem ik eerst even een slokje water. Dat is zo erg, de opstand der Belgen.
Dat, daar moet je even de keel bij smeren natuurlijk. Het wonderlijke is dat de Belgen in opstand zijn gekomen naar aanleiding van een opera. Genaamd De Stomme van Portici. Er zijn maar heel weinig landen ontstaan uit een opera, maar België is er daar één van. Bovendien is dat een enorm interessante opera. Hij werd al eens opgevoerd vanwege de verjaardag van Willem I. Dat was wel vrij curieus. Het is ook een unieke opera in de zin dat degene die de hoofdrol speelt niet zingt. Dus mocht u de ambitie hebben, terwijl u totaal niet kunt zingen, om nog eens in een opera op te treden, dan is dit de opera die u zou kunnen financieren uit eigen zak. Ik begreep ook dat het een hele lange opera was, enzovoort, enzovoort. En bovendien loopt het heel slecht af, zoals het met België natuurlijk ook heel slecht is afgelopen. Dat kan geen toeval zijn, want België bleek eigenlijk niet één natie te zijn, maar twee. En daar hebben ze last van tot op de dag van vandaag in feite. We hebben ook iets geprobeerd, of Willem heeft geprobeerd, een eind te maken aan die Belgische opstand. We hebben een veldtocht gehouden, zogenaamde tiendaagse veldtocht, die tot enorme opwinding leidde in de noordelijke Nederlanden. Waar we nog de studentenweerbaarheid aan te danken hebben. Een gezelschap van volstrekte halve garen, waar u maar eens even naar op zoek zou moeten gaan. Maar Willem had geen zin in een confrontatie met het Franse leger. En zo is een toestand, eigenlijk een padstelling ontstaan. En Willem dacht, de grote mogendheden zullen mij steunen in mijn strijd tegen de Belgische onafhankelijkheid. Want die hebben toch immers België bij Nederland gevoegd. Maar dat hebben de grote mogendheden niet gedaan. En daar was hij zo ongelooflijk pissig over, dat hij het Nederlandse leger 9 jaar lang in staat van paraatheid heeft gehouden, met het idee, misschien komt er dan toch nog een goede oplossing. En u voelt het al aankomen, die goede oplossing is er niet gekomen. Ten slotte is België een zelfstandige staat geworden in 1839. En Willem was bitter teleurgesteld over de afloop eigenlijk van zijn grote project. Zo succesvol als die geweest was, zo groot was uiteindelijk de mislukking. En ook voor Nederland zelf was dat jaar 1840, waarin duidelijk werd dat we een enorm klein pestlandje zijn, wat in de grote boze wereld eigenlijk nauwelijks een rol van grote betekenis kan spelen. Dat leidt eigenlijk tot een soort nationaal trauma, zou je kunnen zeggen. En we zullen morgen zien hoe we geprobeerd hebben weer uit dat trauma tevoorschijn te komen. En laten we wel wezen, we doen het beter dan de Belgen. Goed. Maarten van Rossum, die op tijd is, dat kan alleen maar als je dreigt dat je het Koningslied in gaat starten. Maarten, we hebben ook nog wat twitteraars die vragen voor jou hebben. Eén ervan was, had koning Willem I, vraagt Jeroen van Barneveld, ook zo'n duur huishouden? Ja, het was een prijzige zaak. Dat is overigens in de hele geschiedenis van het koninklijk huis, is dat gezeur over de kosten, is dat een typisch Nederlands verschijnsel van, oh, het kost wel wat, zeg. Ja, want ze waren allemaal geneigd om paleizen te bouwen of paleizen te verbouwen. Ik denk zelf eigenlijk dat het kostenprobleem niet het grootste probleem is. Dat is niets waar je, het is een veel principiëlere zaak dan het kostenprobleem. Zullen we nog een Twitter-vraag nemen? Guy Chateau vraagt, is het voor ieder mannelijk staatshoofd een vereiste om Willem in zijn voornaam te hebben? En zo nou, ja, waarom? Een vereiste? In de zin dat het in de grondwet zou staan? Nee. Maar de familie van Oranje heeft al heel lang de traditie dat het eerst Willem is. Dus deze Willem I heette Willem Frederik. Willem II ben ik nu even kwijt, maar Willem III heette Willem-Alexander. Wilhelmina heeft de vrouwelijke vorm van die naam gekregen. Dus Willem staat er altijd voor. Goed. Morgen over. Dus de kans dat ze een keer Pietje worden genoemd, die is niet groot.